Welkom bij Hulp voor Helpers, een pastorale cursus door Aad van der Zande voor Transworld World Radio. Luisteraar, ik heb u vorige week gezegd. dat het heel belangrijk is. in verband met ons thema over crematie. dat u vooral ook naar allebei de uitzendingen luistert. Want weet u, de vorige uitzending ging vooral. Over een stukje geschiedenis. en wat zich afspeelt. in diverse landen. Dat je niet zomaar kunt zeggen. dat crematie. iets heidens is. en dat begraven. iets christelijks zou zijn. Vandaar dat we een stapje verder gaan. met de vraag. wat zegt nu de Bijbel over crematie? U weet, het volk van God. Heeft de wil van God leren kennen, omdat God sprak door de profeten in het Oude Testament en later door zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus. En we lezen in de Bijbel elke keer weer dat verbranding van gestorven lichamen, die komen we niet tegen in Israël, dan alleen maar. Wanneer daar sprake is van een doodstraf. En als er een doodstraf was, dan moest dat lichaam verbrand worden. En mocht daar niets meer van overblijven. U begrijpt dat ik in dit kwartiertje niet alle schriftgedeelten kan lezen. Maar ik zal er toch een paar noemen, zodat u dat nog eens rustig kunt doorlezen. In Genesis 38 vers 24 gaat het over hoererij die gepleegd is en de zwangerschap van Tamar. En de boodschap klinkt dat ze gedood en verbrand moet worden. In Leviticus 20 is er sprake van bloedschuld wanneer er ontucht gepleegd was met een vrouw en haar moeder en het lichaam moest worden gedood en verbrand. En ik denk dat veel van onze luisteraars wel die afschuwelijke geschiedenis kennen, waar je verstand bij stilstaat, wat er gebeurde in Jozua 7: de straf over aangan. Aangan en zijn hele gezin wordt verbrand. Vanwege de vreselijke zonde die aangaan heeft begaan, door weg te nemen wat de Heere God toebehoort. En hij en zijn gezin wordt verbrand, als een heel ernstig voorbeeld wat door alle eeuwen heen als voorbeeld zal blijven gelden. En ik denk dat wij veel te weinig stilstaan bij het feit ook in de geschiedenis van Aangan. bij de heiligheid. van de Heere God. En dat we God niet begrijpen. dat is te begrijpen. Gods wegen zijn anders. Gods gedachten zijn hoger. En we kunnen God niet begrijpen. Maar de heiligheid van God. wordt zo openbaar. in het oordeel. wat zich voltrekt over Aangan. En zijn familie, crematie en pastoraat. Misschien heeft u nooit gedacht dat dat nog eens bij elkaar behandeld zou worden in deze radiocursus. En toch moeten we het doen, heb ik u in de laatste uitzending gezegd, omdat er zoveel ellende door ontstaat. We zullen dan ook pastoraal gezien, Heel eerlijk moeten spreken over crematie. En bij crematie zullen we heel pastoraal moeten spreken. Ik noemde u al het voorbeeld van mensen die het helemaal niet met elkaar eens waren, en waar toch een van de partners erop stond om een crematie te krijgen wanneer hij zou zijn overleden. En ik maakte het mee in een gemeente waar zo geroddeld werd. En waar gekeken werd naar de vrouw die achterbleef. Wat verschrikkelijk dat jullie dat hebben gedaan. En er werd geroddeld. En we hebben het in die gemeente moeten uitleggen dat deze vrouw er ook zo tegen was. En toen pas werd het probleem opgelost. Ik zou willen dat in elke gemeente. Er is gesproken zou worden over het thema waar wij nu over spreken: crematie of begraven, of dat er gewoon in een kerkbode eens een artikel zou verschijnen over dit thema. Toen ik er zelf eens een hele avond in de gemeente over had gesproken, gingen er meer dan honderd mensen mee naar de nabespreking. En de ene vraag naar de ander werd gesteld. Ze hadden er nooit zo bij stilgestaan. En het bleek dat vijftien mensen, al de begrafenisondernemer, een berichtje hadden gestuurd dat zij zouden worden gecremeerd. Toen ze hoorden dat de Bijbel er zo anders over spreekt, hebben ze allemaal het geannuleerd en hebben hun briefje. Aan de begrafenisondernemer opgeëist en geschreven dat ze besloten hebben dat zij, als het zover is, begraven willen worden. Nu, ik heb het al gezegd: we moeten dit onderwerp ook pastoraal uitleggen. Dat betekent dat we steeds weer opnieuw het woord van God moeten uitleggen. Toch weet ik, dat er heel veel voorgangers en ambtsdragers met dat probleem worstelen. Mag ik nu wel tijdens een crematiedienst het woord van God brengen of niet? Is dat misschien een verzwakking van het woord wat ik geloof? Maak ik mezelf niet een beetje verdacht als ik toch ga spreken in zo'n dienst? Moet het? Een ambtsdrager, misschien verboden worden om in een crematiedienst voor te gaan. Allerlei vragen worden er gesteld. Nu, ik denk dat iedereen daar een persoonlijke beslissing in moet nemen. Zelf is het me nog nooit overkomen. Misschien komt dat omdat ik met zoveel mensen van tevoren erover heb gesproken wat de Bijbel nu zegt over crematie. Als mensen er toch bij zouden blijven en ze zouden me toch vragen om het woord te brengen, dan kom ik altijd met een tweede voorstel. En dat voorstel zou zijn om een aparte dienst te houden. Gewoon in een kerkgebouw, waar we het woord van God zouden kunnen brengen, en ik zou zelf niet meegaan naar het crematorium. Je laat elkaar dan op een goede manier vrij. Toch mogen we andere mensen niet weigeren, als die wel van mening zijn, om het woord van God te brengen. Er zijn predikanten, en ouderlingen die heel eenvoudig vasthouden aan dat woord wat in de Bijbel staat dat woord uit 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 1 en 2 ik lees het u voor daar staat ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus die levende en doden zal oordelen met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. En dan komt het: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg en bestraf, en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Als iemand meent, op grond van dit woord, ik heb de vrijmoedigheid om dat woord te brengen, ook in die ongelegen situatie. Dan moet hij zich vrij om dat te doen. Dat wil niet zeggen dat we ooit een Amstrager kunnen veroordelen om de reden dat hij het woord heeft verkondigd in een crematiedienst. Hij heeft gemeend om dat te doen. En wie zijn wij? dat we de ander een wet zouden opleggen. Ook is er nog een argument wat ik wil noemen. Ik weet uit ervaring dat ook de familie van de gecremeerde begeleiding nodig heeft. Ik heb daar al even op gewezen en die begeleiding is nodig omdat het verdriet soms heel diep is weg. Gestopt. Lieve mensen, ik denk dat wij als kinderen van God steeds weer opnieuw ons moeten afvragen: Heere God, wat is toch uw wil dat ik doen zal? En ik ben ervan overtuigd dat God zelf ons ook alle wijsheid zal geven die we nodig hebben. Ik wil nog graag. Een punt naar voren brengen wat heel belangrijk is. Het gaat over het punt: de schande van het niet begraven worden. Dat betekent dus dat het een schande in de ogen van God is als iemand niet begraven werd. Met andere woorden, er zou dus sprake kunnen zijn. Van lijkverbranding. Maar er zou ook sprake kunnen zijn. van andere dingen. Ik wil u een paar schriftgedeelten opgeven. gewoon voor zelfstudie. Leest u voor uzelf eens. 1 Samuel. hoofdstuk 17. vers 44 tot 46. Het tweede gedeelte, dat vindt u in 1 Koningen 14, vers 1 tot 16. En nog een gedeelte, 2 Koningen 9, vers 10. Deze drie gedeelten zullen u laten zien dat het een schande was in de ogen van God als iemand niet Begraven werd. Crematie is duidelijk. Dat is iets waar mensen heel moedwillig een besluit nemen en zeggen: Ik wil dat dat na mijn leven gebeurt. En dat mijn as wordt uitgestrooid. Maar er zijn ook andere manieren. U weet dat er een verschrikkelijke straf komt. Over het leven van koningin Izebel. Dat daar de vogels des hemelen komen. en haar hele lichaam verslinden. En het was een enorm groot oordeel. een straf van God. over deze goddeloze vrouw. Toch wil ik eindigen. met dat ernstige woord. uit Psalm 79, vers 3. Daar staan deze, en ik noem het maar, afschuwelijke woorden. Zij hebben hun bloed als water vergoten rondom Jeruzalem. En er was niemand die hen begroef, niemand die hen begroef. Een schande in de ogen van de heilige God. Tot zover, luisteraar.